Jongens, welkom. We staan hier weer in een prachtige bank. Of wat is het? Rechtbank van Content Veen. En ik sta hier omdat ik gewoon trots ben op het feit dat ik deze eindelijk een keertje af heb gemaakt, jongens. In de vorige aflevering was het zover. Ik had 100 miljoen brieven gekregen van de boeren. Ik had 100 miljoen klachten gekregen. De rechtbank moest een keer af. Nou, daar staan we dan. Ineens gewoon af. Wat prachtig. Dus waar ik deze aflevering mee wil beginnen is dat ik even naar boer Martin of boer Jan ga. Ik weet niet of boer Jan nog op vakantie is. Hij was op vakantie naar, volgens mij, Jamaica. Maar zijn vliegtuig was vertraagd. Ik snapte het allemaal niet. Dus we gaan even sowieso die kant op om te kijken wat de status daar is. Want dan kunnen we eindelijk een keer de rechtszaak starten tussen boer Jan en boer mij. Boer mij, wat zeg ik nou? Boer, gewoon en mij. Niet boer mij, ik ben geen boer. Jan is een boer, die komt gewoon niet uit mijn woorden. Dus laten we die kant op gaan. We moeten ook nog steeds een rechter uitkiezen. Maar misschien zegt Martin wel dat hij een rechter kent of zo. Dus geen idee. Laten we mijn headset op zijn minst even recht op mijn hoofd zetten. Die zag ik al niet recht op mijn hoofd. Zag er waarschijnlijk een beetje raar uit. Maar we zijn er bijna, jongens. En zoals gewoonlijk ga ik even proberen om hier al te landen. Zodat ik lopend die kant op kan gaan. Want dat vind ik altijd leuk in het boerengebied. Laten we eens kijken of boer Jan er is. Nee, die is er waarschijnlijk gewoon niet. Ik doe normaal die kant op. Maar 9 van 10 keer is hij er gewoon niet. Misschien is boer Martin er. Martin, ben je thuis? Is de verbouwing al opgeschoten? Martin, hallo. Klop, klop, klop. Klop, 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 klop. Hij is niet thuis, denk ik. Is hij op het boerengebied ergens? Is hij aan het de boeren aan het uithangen of zo? Hij is niet op het piepersveld. Hij zit ook niet in zijn achtertuin. Ik mag hopen dat hij niet op het nieuwe veld bezig is, toch? Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Martin! Wat ben je aan het doen, man? Jij ja, gaat nu aan mijn trainer. Je moet me vast in laten. Ik moet me tot de ruit trainen, ja. Wat is dit voor constructie? Ja, wat is dit voor constructie? Hier is gewoon een ketting en dan niet terug en eruit, ja. Oh, en dan moet ik ze een beetje zo duwen en dan trekt het naar binnen. Yeah. En dan, maar, oh, je trekker zit natuurlijk. Ik merkte het tijdens het bouwen. Je trekker is gezakt in de grond. Je moet ook je trekker niet op dat land zetten, joh. Je ziet dat het zakt helemaal in de modder. Wacht, ik ga even slapen. Wat rusten. Hé, mag ik mijn bed? Nee. Je mag niet zomaar wild kamperen. Je mag niet zomaar trekkers uit het land halen. Hoezo, dat is mijn trekker? Ja, dat is mijn bed. Oh ja. Yeah. Hé, hey, maar kan ik je helpen? Ja. Ik zie dat de trekker vast zit, nog steeds, yeah, in het land. Zeg maar, hij is gezakt door de vloer. Maar dat komt omdat natuurlijk, ja, dit is best een zachte vloer waar we eten op moeten maken en zo. Ja. Yeah. Kan ik je helpen? Nou, dat ding moet weg. Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zei het weer uit vriendelijkheid. Nee, hey, maar een mooi veld is dit trouwens, hè? Ja, dit is wel mooi, hè? Ja, een prachtig veld. Laten we er even samen doorheen lopen. Het enige ding is, het is natuurlijk nog niet bezaaid. Of ja, ik weet niet hoe je dat noem je dat? Waar kijk je naar? Verse aarde. Dat is toch het lekkerste geur van de hele wereld, hè? Nee, maar ik moet alleen nog even beslissen wat ik ga doen. Alleen, ja, ik heb het al besloten. Ik ga hier biet plaatsen. En yeah, graan. Overal graan. Gewoon. Yeah. Is dat een goede keuze, denk je? Jij als boer? Ja. Ja? Ja. Oké, top. Maar je hebt hier namelijk een goede windtoevoer. Yeah. Ja, dus dat die snap bergen, ik inderdaad. Dan wordt alles zo mooi, gaan mooi dus groeien. Dan gaat het mooi waaien. De zon die staat en er ook komt staan op. Nou, ja, daar ook, dat, ja, ziet u. Het staat vol in bloei. Het staat vol in de bloei. Het is niet in de bloei, hè. Nee, maar hoor, het groeit allemaal goed. Ja. Maar yeah, waar is Boejan? Is hij terug? Ja, ik weet helemaal niet. Weet waar. Ik heb hem al zo vaak geprobeerd te bellen, maar hij zegt elke keer, kom erom, kom erom, kom erom. Maar hij komt er niet om. Ik heb hem al zo lang niet gezien, die Boejan. Ik mis hem eigenlijk, ja, een beetje. Ik mis hem ook, ja. Ja, dat snap ik. Hij is mijn beste kameraad van mij, wist u dat? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar yeah, ik kwam hier eigenlijk even voor heel wat anders. Ik ben helemaal afgeleid nu door het boerengebied en zo. Ja, maar ja, ik snap dat je hier moet gaan oogsten. Of ja, niet gaan oogsten. Want dat doe je als het natuurlijk allemaal gegroeid. Maar ja, het moet hier gaan zaaien. Het moet gaan zaaien, inderdaad. Maar dat is, yeah, afleiding. Wat ik je wil, ja, zeggen hier is, ja, de rechtbank is af. Wat zei je? De rechtbank is af. De rechtbank. Nou, dan moet het die worden, ja. Goh, zeg. Oh, mocht eens die tijd worden. Daar, kom mee, ik wil mij laten zien. Ik ben trots. Ja, ja, we gaan even een stukje lopen. We gaan even een stukje lopen. Het is best een stukje lopen, maar dat maakt niet uit, toch? Je hebt goede, ja, benen. Ja, hele goede benen. Hele goede benen. Boerenbenen. Je moet ook wel doen, trouwens. Wat? Ik moet hier springen. Je moet hier springen. Oh, dan moet ik nog, wacht. Kijk, oh, zo. Oh, dat is Pieter. Zeg, god, nou is het ook roze vriendelijk, ja. Je hebt geluk dat ik het bij me heb, zo. Is dat beter? Ja, maar kijk, hier ook. En daar ook. En daar, ja, ook. En daar ook. Daar komt nog wel wat. Ik heb het hier, heb ik ook nog wel even wat oplossingen, zo. Kijk, zo. Zo, 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 zo. Hoppakee. Dat, ja, is mooi, toch? Hier, wel ook nog wel een grom. Ja, dat is een zombie. Hoe je toch? Kijk, dit is beter, hè? Dan kan je gewoon nu zo omhoog lopen. Ja, dit is roze vriendelijk, hè? Hier moet ik ook nog mooie dingen maken, hè? Dit zo. Dit moet ook er allemaal een beetje beter uitzien. Ja, maar wat, hè? Misschien kunnen we hier onze dingen verkopen. Wat? Onze dingen verkopen. Oh, dat ik hier kraampjes maak voor jullie. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ah, en koetsen en kalven en karren en weet ik voor wat allemaal. Nee. Nee, dat is goed. Komt goed. Kom je eigenlijk... Waarom ga je heen? Wat ben je aan het doen? Ja, waar moet ik heen?
Hier, kom, volg mij nou maar. Oeh. Je kent de route toch al. Je bent vaak genoeg bij de rechtbank geweest inmiddels. Nee. Ja, weet je hoe vaak je er al bent geweest? Ja, maar dan verandert hij ook elke keer, weet je dat? Ja, nou, in het oude gebied verandert er niet zoveel. Nee, dat moest het niet worden, ja. Kijk eens, grond. Mooi zeg. Ja, kijk, de snelste route die kant op is toch door de grot of de route onder de kerk door. Dat moet je even onthouden, oké? Okay? Onder de kerk door. Via het Heilige Boompark ga je dan. En dan ga je hier zo op, oké? Heilige Boompark, dan ga je hier onder de kerk door. Dat is een prachtige oude route uit de 1940 tijd. Oké, daar was je nog niet geboren. Nee, daar was je nog niet geboren. Jawel? Kijk, en dan daar is de rechtbank. Nee, ik ook nog niet. Wat denk je zelf? Ja, nou... Kan je het zien? Ja, yeah, nog net. Ik moet wel springen. Wil jij niet een vakantiehuisje in de stad hebben? Nee. Hoezo niet? Nee, denk er niet aan. Hoezo niet? Dat is toch gezellig? Nee, kijk al die rook hier en al dat smog en... Ja, nee, daar heb ik niks mee. Weet je, daar heb je niks steen, mee. Nee, ik heb daar niks mee. Nee, oké, prima. Weet je, kom maar mee. Al die fabrieken, al die huizen, nee, ik vind dat helemaal niks. Ik wil gewoon in mijn bed stelen en dan is het klaar, ja. Prima, is goed. Ga jij lekker in het boerengebied wonen? Ja, yeah, nou, dat woon ik toch al. Oké, Martin, ben je er klaar voor? Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om dit allemaal te maken. Okay. Aan je te laten zien. En ik ben zo benieuwd wat je ervan vindt. Yeah. Oké? Okay? Ga je wel eerlijk zijn over alles? Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, kom binnen. Je hebt hier ten eerste de lobby. Hier kan dus iemand zitten die kan zeggen... Die nou, paspoort ben je... is kaal. Ja, die paspoort moet nog even wat gezelligs krijgen. Maar dat zijn degene, vind ik, aan de mensen die hier gaan werken. Dat is niet aan mij, weet je? Ja, vind ik ook, yeah. Maar kijk, dan gaat hier iemand staan die zegt... Nou, ben jij voor Boeljan? Ga je naar die kant? Die kaars moet ook degene aansteken die gaat werken. Oké, okay, ja, ik moest eerlijk zijn, hè? Dus ik zeg... Nee, dat snap ik. Maar kijk, ben je nou voor Boeljan? Mag je die kant op? Ben je voor mij? Mag je die kant op? Waarom ga je gelijk... Wat doe je? Hé? Hey. Wat? Mag je moet die kant op zijn. Wat? Oh nee, wat? Nee, laat me zitten. Ik moet niet... Je bent voor mij, toch? Ja, zeker. Ja, toch? Daarom. Ja, natuurlijk. Je bent voor mij in de rechtszaal. Ja. Oké, okay, maar kijk, dan kom je hier in de prachtige rechtszaal. Wat vind je ervan? Mooi, man. Ja, mooi plafonnetje. Mooi plafonnetje. Wat is dit dit is geen deur. Dit is zeg maar, dan kan je gewoon erheen kijken. Dat is de route en dan kijk je hier de ingang zo. Zie je? Oekraïne, hoor je. Nee, ja, oké. Okay, dan kan je zo kijken. Ja. Dat ziet er mooi uit. Een mooi plafonnetje. Wat is dit? Waar ben ik? Waarom wat is, mag wat ik vragen dit? Waarom in de hebben een groot gave gat zit in de grond? Waar ben ik beland? Wacht even, hoe kom ik hierboven? Nee, nee, niks mag heen. Nee. We hebben afspraken gemaakt, ja? En je komt ze weer niet naar. Nee, ik ben helemaal klaar mee. Ik ga terug naar mijn piepers. Tot ziens. Naar je piepers, Martin, wat is dit? Oh mijn god, dit is Alfred. Dit heeft Alfred gedaan. Nee. Ik moet oppassen dat ik niet op de botten sta. Nee, Alfred, dat meen je. Wacht even, ik moet het even opnieuw... Wat? Dit is echt vreselijk. Dit is echt vreselijk, jongens. Wat is dit? Wacht, ik moet niet over die botten lopen, maar dat maakt het zo moeilijk. Ja, ik liep er maar even overheen. Pas op dat ik hier niet inval. Alfred! Hey, Max! Wat heb je gedaan? Niks. Wacht, kom, loop even met me mee. Jemig, hé. Ik heb net pauze gehad. Ik heb net mijn boterhammetje gegeten. Ik moet hierheen. Alfred, loop even alsjeblieft met me mee. We hadden een afspraak. Ja. Kom even. Oh, ja, nou... Oké. Okay. Ik kom hier net met... Boer Martin is al boos weggelopen. Ik heb geen idee waar die is. Wie is ik Martin? Was hier net... Ja, dat is de boer. Kijk, ik heb hier net dit helemaal gebouwd. Ja. En jij... Oh mijn god, daar is het gat inderdaad. Hier viel ik net in. Dit heb je echt letterlijk net gedaan. Oh. Waarom? We hadden een afspraak dat ik gewoon de rechtbank af kon maken en jij mocht doorgraven. Maar nu heb je gewoon de rechtbank gemold. De grond is verzakt, denk ik. De grond is verzakt. Oh mijn god. Ja, ik had hem wel verstevigd, maar niet goed genoeg, denk ik. Oh nee, toch? Alfred, jongen. Was je verward door mijn vloer? Ik heb botten gebruikt voor de vloer. Alleen, ja, dat zijn niet echt mega fossielen of zo. Maar was je daardoor verward ook, of? Ja, ik denk het. Ja, ik denk het ook, hè. Want ik bedoel, je moet oppassen dat je mijn vloer niet hakt, want dat is ook van botten. Ja. Maar, oh, wacht, kom. Zullen we er even in, of? Ja. Oké, okay, wacht, komt-ie. Zo. Oh, ik dacht ik laat... Wat ben je nou? Hij is sowieso aan het omlopen. Alfred? Ja? Oh, daar ben je alweer. Ja, ben je. Hey, hoe staat het ervoor met je zoektocht naar nou, je bronchotaurier? Nou, zoals je ziet, hij wordt steeds groter. Een bronchotaurier. Bronchotaurier, ja. Maar weet je zeker dat het een bronchotaurier is? Want hij is wel heel groot. Ja. Als een ja, hij is groot of ja, je weet het zeker? Dat tweede. Ja, je weet het zeker. Allebei. Allebei. Denk ik. Hé, maar wat is nou het ding? Kan je alsjeblieft stoppen met mijn dingen mollen? Want ik wilde hier eigenlijk ook al wat bouwen, maar ja, nu ben jij hier al druk bezig met weet ik wat allemaal. Ja. Kunnen we iets regelen waardoor ik je even ga helpen met zoeken? En dan dat we samen dit weer ook even maken. Want ik heb Boer Martin nu heel boos gemaakt. Ik kwam naar hem toe. Helemaal trots. De rechtbank is klaar. Ik wil hem laten zien. Ziet hij een gat, is hij boos weggelopen. Ja. Dus wat nu? Ja, dat is een goede vraag. Wat gaan we daar nu aan doen? Wat gaan we daar nu aan doen, ja. Ik weet het niet. Heb je al een huis?
Nee. Heb je al besloten? Nee. Wat? Wacht, mag ik over je bot heen lopen? Zachtjes dan. Oké, heel zachtjes, dan ga ik zo. Ja, heel voorzichtig zo. Oké, we gaan even naar buiten. Ja. Oké, want ik had jou aangeboden om dat huis daar te krijgen te nemen. Wil je dat nou al, of? Ik weet het niet zo goed. Je weet het niet zo goed? Nee. Waarom sta je zo dichtbij? Ik sta niet dichtbij. Je staat wel dichtbij. Nee, jij staat ver naar achter. Hoezo, ik sta ver naar achter, hè? Ah! Gewoon. Wat doe je bril nou? Ik moet hem poetsen. Rustig aan. Alfred, weet je? Ik ga boer Martin even halen. Jij hebt het veroorzaakt, goed zodat je bril weer opdoet. Jij hebt het veroorzaakt, dan mag jij het ook oplossen, oké? Ik ga het oplossen. En dan ik heb wel een verrassing voor je. Een nieuwe bril? Nee, niet een nieuwe bril. Kijk, kom eens mee. Shit. Ja, maar ik heb geen... jongens, ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden. Ik moet eigenlijk... Geen vrienden? Ja, maar dat is toch juist leuk om iets te doen met mij? Wat wil je nou? Kijk, ik zat te denken, ik had het er even over gehad en even over nagedacht. Wat nou als we van dit prachtige hoekje hier jouw museum maken? Alles wat jij hebt gevonden in je leven, alles wat je nog gaat vinden, kan je hier vertonen. Nou, wil iemand dat echt voor mij doen? wat doe je, Alfred? Geen. Alfred. Alfred, hallo? Wilt hij dat nou wel of niet, jongens? Ik weet het niet. We willen hier natuurlijk een museum voor hem maken binnenkort. Maar ik weet nou niet of hij het wel of niet wil. Weet je, Alfred, denk er even over na. Ik ga naar boer Martin. Ik weet niet of je me hoort, Alfred. Hallo? Weet je wat? Als je me hoort, denk er even over na. Ik wil als ik zo terugkom met boer Martin dat het opgelost is. Nou, die Martin zal wel weer op zijn piepersveld zijn, jongens. Blijf heen en weer vliegen. Hij zei dat hij naar zijn piepersveld ging, maar ja. Martin? Oh, daar ben je. Ik zag je al. Hey, Martin. Waarom ben je boos weggelopen? Wat ben je aan het doen? Martin, waarom was je boos weggelopen? Je gericht van mij de hoorn je! Nee, het is opgelost. Hé, wat doe je nou? Hoezo doe je dicht? Wat doe je? Nee. Wat doe je? Ik wil niet meer met hem aan hebben op dit moment. Ik heb het opgelost. Oplos koffie. Alles heeft een dubbele betekenis bij jou. niks heeft een dubbele betekenis. Jij maakt er oplos koffie van. Hoe is het met het interieur van je huis? Ik heb geen post. Nee, maar hoe is het met het interieur? Martin? Ja. Is het al af? Nee, is niet af. Zit jij maar te klagen over mijn bankinterieur en zelf ben je niet... Goh, ik heb bezoek. U moet weg, ik heb bezoek. Oh, je... Wie is dit dan? Ik heb bezoek. Maar wie is dit? Wat? Sorry. Yeah. Ik zie dat je duidelijk druk hebt. Ik heb het heel druk op dit moment. Pieter is langs gekomen. Pieter, ja, okay. Kom maar. Kom, we gaan naar binnen. Rustig op. Ik ga daarna mijn buren luisteren. Max, ik spreek me nog wel. Ja, tot later. Je krijgt van mij te horen. Ja, u krijgt van mij het nog horen, ja? En van Pieter. Ja, en van Piet. Oh, Pieter die... Ja, die gaat even naar Nieuwland kijken, zei hij. Oh, die gaat even naar Nieuwland kijken. Ja, ik krijg van mij te horen. Ja, u ook van mij. Tot ziens. Nou, blijkbaar had boer Martin de druk met Pieter. Een of andere trading villager die, denk ik, toevallig op bezoek kwam. Maar hij als excuus gebruikt. Laten we kijken of Alfred het dan al opgelost heeft, weet je. Nou, hopen maar dat die Alfred het opgelost heeft. Oh, wat is dit? Nee, wat... Weer iemand anders. Hey, Fred! Wat gezellig! Wat doe je hier? Hey! Iemand thuis? Hallo! Wacht even. Ik kom wel even. Even kijken. Ja. Is het op... Oh mijn god, hij heeft het op deze manier opgelost. Dat meen je. Oké, wacht. Hey, Fred! Kan ik je ergens helpen? Goeiedag. Goeiedag. Ik vroeg me af. Staan er vacatures open? Voor de rechtbank? Daar zijn we toch? Daar zijn we inderdaad. Ja, we hebben nog... Wacht, loop maar even mee. Kom maar naar die ingang daar. Oké. Kijk, we hebben nog... Het ding is, we zijn bijna open. We hebben een probleem hier net ervaren met fossielen onder de grond. Maar daar moet je even niet op letten. We hebben in principe... Hebben we nog wel een receptionist nodig, ja? Ja, we hebben ook een rechter nodig. Alleen, ik weet niet of dat iets voor jou is. Recht, ik denk nee. Dat het niet is. Nee, we hebben wel een receptionist... Of een reception... Wat is het Nederlands woord? Of een woord voor mannelijke versie? Of is het ook receptionist? Ja. Echt? Oh ja, receptioniste is vrouwelijk. Ja, receptionist hebben we nodig. Oké, bedankt. Ik weet niet, hoezo bedankt? Ja, dat betekent niet dat je de baan... Fred, dat betekent niet dat je de baan hebt. Fred! Wat? Je hebt nou zo'n steentje pak aan. Hoe is het met je? Voel je al wat beter? Nee. Hoezo niet? Gewoon. Kan ik iets voor je doen? Ja. Wat dan? Hij loopt gewoon weg. Hoef ik echt niks te doen, Fred? Nee, hoor. Ik... Ook niet groen. Wat? Groen. Moet ik iets groens geven? Zoals wat? Waar ben je? Oh, ja, weet ik niet. Ik heb dit. Bap, los. Oh, er zit ros erin. Wacht, sorry. Ik heb ook niks anders groens bij me. Of er is niks anders groens. Nou, dan houdt het op. Oké, maar Fred, het betekent...
betekent niet tegelijk dat hij de baan heeft. Maar wat mij betreft mag hij receptionist worden. Fred hier. Dan heeft hij wel weer een nieuwe baan. Dus zou ik hem ook... Ja, weet je, ik geef hem al gewoon de baan. Laat ik hem even opzoeken. Misschien dat het dan wel beter met hem gaat. Fred, woon je nog hier? Of ben je inmiddels verhuisd? Hij woont hier. Hij heeft natuurlijk alles gesloopt. Dus ik denk niet dat hij hier meer woont. Misschien dat hij bij zijn kraampje is. Het zal wel weer. Hij is ook niet bij zijn kraampje. Waar is hij dan? Waar is hij nou heen? Hoe kan die robot zo snel zijn? Sinds wanneer is een robot... Oh, hij loopt op het... Fred, je loopt op het ijs! Zak je er doorheen! Fred, pas eens op, man! Zak maar... je door het ijs, wat doe je? Ik ben aan het schaatsen. Aan het schaatsen, maar je kan helemaal niet tegen water. Veel te cool voor. Je bent te cool om het risico in te zien. Ja. Oh mijn god, Fred, pas alsjeblieft op. Fred, pas alsjeblieft op, ik smeek het je. Maar ik schaats. Ik wil je aannemen. Als receptionist van de rechtbank. Nee, toch bedankt. Nee, toch bedankt, zegt hij. Niet te geloven. Oh mijn god, die Fred, jongens. Echt waar. Wat een figuur is het. Nou, weet je dan niet, Fred? Dan niet, hè? Ik denk erover na. Denk er maar over na. Alright, jongens. Nou, dan zijn we in ieder geval goed bezig. We hebben alle informatie doorgebracht naar... hoe heet hij nou? Martin. We hebben Alfred, daar gaan we. Dus blijkbaar vindt hij denk ik wel leuk... omdat we een museum voor hem bouwen. Maar aangezien het kerst is, jongens... heb ik niet heel veel tijd deze aflevering natuurlijk. Dus misschien... Nee! Fred! Dit is een vak! Fred is volgens mij door het ijs gezakt. Nee! Fred, dat meen je? Fred, ben je? Dan kan je me horen. Fred!